Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee. Kijk, ik heb een nieuw binnen. Gele katjes. Ik had wel een andere kleur en die worden heel veel besteld. En nou zag ik geel. Ik denk dat het leuk voor het paas en voorjaar. En ik heb gisteren heel veel video's opgenomen. 3 achter elkaar. Deze leuk het. Heel erg leuk. Dan eentje die ertussen zit. Een bruidsboeket weer voor de bruidswerkreeks. Dus ja, heel erg lekker bezig geweest. Vandaag neem ik jullie weer mee. Ik ga inpakken en ik wil eigenlijk nog meer video's opnemen. Dus ja, ik ben lekker vooruit aan het werken. Ik vind wat er helemaal blij van. Ook elke keer als ik er eentje klaar heb. En ja, die vind ik dus ook echt heel erg tof. Maar ik vind paas en voorjaar ook een heel leuk seizoen om mee aan de slag te gaan. En ik heb heel veel leuke ideeën daar nog voor. Dus ja, ik neem jullie daar gewoon weer mee. Kijk eens nog mee. Ja, morgen, het is maandag, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben hier eventjes alles aan het sorteren van de bestellingen van deze week. Het zijn er heel veel, want het gevulde ei was zo goed ontvangen. Heel erg leuk. De video is echt al in een dagtijd meer dan 3000 keer bekeken. De bestellingen gingen razendsnel. Hij staat op nabestelling als op dit moment. Ik weet niet of je deze vlog kijkt of die dan nog nabesteld kan worden. Omdat daar ook natuurlijk beperkte voorraad in zit. Maar goed, er komen heel veel leuke video's ook aan tot aan de Pasen. Dus dat ja, is gewoon heel veel leuks wat online komt. Maar ik ben nu even aan het sorteren, aan het kijken wat ik allemaal aan bloemen nog moet bestellen. En de nabestelling is geplaatst van de materialen die ik nodig ben voor de nabestelling van het gevulde ei. Dus daar ben ik al lekker mee bezig geweest. En ik ga nu beginnen met inpakken. Ik wil jullie ook nog een ander bloemwerk laten zien. Dus dat komt ook nog in deze vlog. Dus ja, we gaan gewoon weer lekker aan de slag. Zo, ondertussen ben ik in mijn werkplek. En ik heb zaterdag al heel veel voorwerk gedaan. Want ik zag al dat er zoveel besteld werd. Dat ik dacht, ja, ik moet gewoon even een extra werkdag inlassen. Ik heb allemaal eieren al ingepakt. Die pak ik allemaal in, ja, bubbeltjes enveloppen. Dat zijn de stenen eieren. Dus pak ik eerst in zo'n bubbeltjes envelop. Daarna nog eens een keer allebei apart in de bubbeltjes envelop. Daarna nog eens een keer een doosje. Zodat het ja, goed tegen breekbaarheid
verpakt is. Dus dat heb ik zaterdag al voor een groot deel gedaan. Er staat nog een hele rij achter. Dus ja, dat is toch fijn om zo de week te beginnen. Goed voorbereid. Maar het is nog lang niet genoeg, dus ik ga gauw verder. Zo, ik ben helemaal lekker aan het inpakken. Maar ik ga eerst even een leuk ideetje laten zien. Want ik heb de haasjes uit de webshop. En die zijn al heel veel losbesteld. En ik krijg heel veel vragen van, goh, kan je daar ook iets leuks mee? Kan je wat leuks laten zien? Dus ik denk, dat ga ik nu even doen. Als je iets leuks ziet in onze webshop wat er los in staat waar niets mee is opgenomen. Hè, en dan wil je graag iets leuks mee zien, laat me dat dan even weten. Want wie weet neem ik het dan mee in de vlog. Goed, ik ga deze laten zien. En hoe schattig is dit dan? Ik heb er nu los een eitje op gelegd. Heel erg leuk. En ik vind hem dus leuk op het witte dienblad. Waar ik ook het gevulde ei op heb gemaakt. Om daarnaast te zetten. Dus mocht je het gevulde ei hebben en mis hebben gegrepen met de losse eieren. Dan is dit er ook heel erg leuk naast. Kijk hoe schattig. Het gipsgruit is lastig te verkrijgen in de webshop. Als je ongeveer één tak per kleur pakt. Ik heb nu vier verschillende kleuren gepakt. Dan moet je ongeveer voldoende hebben. Je zou er eventueel nog wat Tillandsia toe kunnen voegen. En je bent maar een heel klein stukje steekschuim nodig. En ik heb er dan nu nog een los kwarto eitje bij opgelegd. Maar dat kan je helemaal naar eigen wens doen. Heel erg leuk. Ik vind het echt voor Pasen echt geweldig. Dat wou ik jullie toch even laten zien. En wat ook een heel leuk idee is bij de konijntjes. Is om er een klein bolletje in te doen. Of gewoon een beetje mos en dan een eitje. Ik ga het jullie ook nog even laten. Zo, daar ben ik weer. Ik kreeg heel veel vragen online via Facebook, via Instagram, via WhatsApp van wanneer het bruidsboeket online komt. Ik heb een foto gedeeld met een watervalboeket, maar ook een handgebonden boeket. Waar ik heel veel reacties op kreeg en ook met de tekst van dat er een hele serie online gaat komen over bruidswerk. En het liefst zouden jullie dat morgen willen zien. En dat vind ik heel erg tof om te horen en om te lezen. Want dat betekent dat jullie net zo enthousiast zijn als ik over deze serie die online gaat komen. En jullie weten nog niet eens wat er allemaal gaat komen. Dus moet je nagaan. En daar wou ik eventjes op terugkomen. Of daar wou ik even een korte uitleg over geven. Want ik kreeg die vraag zo vaak dat ik denk, ik deel het gewoon eventjes hier in de video. De serie, het was een hele serie over bruidswerk. Van A tot Z. Blad op draad zetten voor corsages. Maar ook die je gewoon kan toepassen tijdens het bloemschikken. Tot verschillende soorten bruidsboeketten. Van een handgebonden tot een watervalboeket. Autostuk, van alles. Dus van alles rondom bruidswerk. Ook benodigdheden wat je nodig bent. Waar je op moet letten. Echt heel veel. Wat kwalitatief gewoon een hele toffe serie gaat worden hier op YouTube. En dan de vraag, wanneer komt het online? Dit zal online komen rond mijn verlof. Wanneer dat precies gaat zijn, dat ga ik nog niet zeggen. Dat kan ik nog niet zeggen en dat ga ik nog niet zeggen. Om mezelf geen druk op te leggen en om mezelf niet hoeven te verantwoorden van wanneer ik met verlof ga.
En wanneer ik er aan toe ben om het te delen. Zoals ik al zei, was het dus een hele serie. Dus het was een hele reeks met heel veel mooie video's. En die gaat dus ergens online komen binnenkort over een aantal weken. En vanaf dan zou je dat helemaal kunnen gaan volgen. Dus ja, dat wou ik even gezegd hebben. Omdat het echt wel... Ja, ik kreeg de vraag zoveel en ik snap het ook, want het is gewoon heel erg tof wat er aan gaat komen. Ook nog heel veel andere mooie video's die ik dan met jullie ga delen. Daar ben ik achter de schermen heel druk mee bezig, maar ook heel erg leuk. Omdat, ja, ik ga gewoon heel veel informatie met jullie ook delen die je tijdens het toepassen van bloemschikken. Ja, wat je zelf gewoon heel veel goed kan doen in het ontwikkelen van je techniek met bloemschikken. Dus ja, er komt heel veel leuks aan en ik ja, hoop dit snel met jullie te kunnen delen. Heel erg leuk, dat even gezegd te worden. Heel erg leuk. Ik kreeg gewoon reacties omdat ik zei heel erg leuk. Maar ik ben soms gewoon heel enthousiast. En ja, dan vind ik het alles gewoon heel erg leuk. Dus dat zou ik nog heel vaak zeggen als ik iets heel erg leuk vind. Maar goed, dan even om het af te sluiten. De haartjes zijn... vandaag in de aanbieding. Mocht je ze willen bestellen, dan staan ze nu op de webshop in de aanbieding. Die zou ik ook weer onder de aanbieding toevoegen. Je kunt hem onder sale dan vinden. Dat is de aanbieding van deze week. Ik hoop dat je het leuk vindt. Wees snel bij op is op, want ze gaan soms heel snel de aanbiedingen. Dat wil ik ook even gezegd hebben. En ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke vlog vonden. Ik vond hem weer leuk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En mocht je vragen hebben over bruidswerk of mocht je bepaalde dingen willen zien, laat ze hieronder weten. Dat vind ik alleen maar leuk, want kan ik het nog meenemen als ik dat nog niet heb gedaan. Want ik probeer geen één stap over te slaan. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zien we de volgende keer weer. Doei!